Dag dames en heren, de zon kwam vanmorgen in een groot deel van het land prachtig op en met die zon gaat de komende uren iets bijzonders gebeuren. We krijgen namelijk te maken met een gedeeltelijke zonsverduistering. Die zet zometeen al in. De maan schuift ten noorden van de zon langs en zal een hapje uit de zon nemen met het hoogtepunt zo rond half één. Op dat moment is zo'n 17% van het oppervlak van de zon verduisterd. Nou, daar gaan we aan de grond verder weinig van merken. Je kunt het wel mooi zien met een eclipsbril. Kijk er niet met je ogen gewoon zo in, want dat kan wel schadelijk zijn. En tegen half twee is de gedeeltelijke zonsverduistering alweer voorbij. Het is dus maar een kleintje ditmaal. Het weerbeeld vandaag is op de meeste plaatsen vrij zonnig. In het binnenland kunnen er wel een paar stapelwolken ontstaan. En de eerste uren komt in Zeeland nog lokaal mist voor. Maar dat zal de komende uren wel gaan oplossen. Verder hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, zo'n 22 graden aan de kust tot lokaal 27 graden in het zuiden van het land. Vanavond blijft het vrij zonnig en het is nog lange tijd aangenaam warm, tot rond zonsondergang in al gevallen graden of 20 op de meeste plaatsen. En morgen wordt opnieuw een prachtige dag, er is veel ruimte voor de zon. In het binnenland ontstaan wel weer een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog en met een matige westelijke wind wordt het opnieuw warm. Op veel plaatsen een graad of 25 in het zuidoosten plaatselijk 27 graden. In het weekend wordt het tijdelijk wat minder warm, temperaturen tussen de 20 en 24 graden, wel is er veel ruimte voor de zon en het blijft droog. Vanaf maandag draait de wind wat meer naar het zuiden tot zuidwesten, dan komt de aanvoer van warmere lucht op gang en in het zuiden van het land zou het dinsdag of woensdag misschien zelfs wel tegen de 30 graden kunnen worden. Later op woensdag kan er een enkele regen of onweersbui vallen. Ik wens u nog een mooie dag.